Dit is Papa Alfa en Eco Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 23 mei 2016. Dus het bulletin van maandag. Vandaag weer morsen en een SSTV-plaatje in PD50, geschikt voor smartphones. Voor Android kun je het programma Robot 36 gebruiken en voor iOS CQSSTV. Er is sinds vrijdag een hoop gebeurd, onder andere de Hamvention. Aircraft kwam met de KX2, een gekrompen uitvoering van de KX3. Eigenlijk een KX3 met een paar mogelijkheden minder en dan in het formaat van de eerdere KX1. Jesu heeft op de Hamvention de FT891 gepresenteerd, de vervanger van de FT857. Hij heeft een groter display, maar geen VHF en UHF. Kenwood komt opnieuw met een apparaat voor D-Star. Kenwood had eerder al de TMW706, een mobiel apparaat, ook geschikt voor D-Star. Maar dit was eigenlijk de ID800 van Ecom, vermomd met Kenwood opschriften. Waar Kenwood nu mee komt is een portofoon voor 2 meter en 70 centimeter en voor de 220 megahertz band die in de region 2 in gebruik is. Het apparaat heeft ook APRS en heeft een bijzonder fraai display. We hadden het in de afgelopen week steeds over de magnetische loop bij de serie over antennes. Het bedrijf Hamshop.nl is dealer van de bekende en imposante Ciro Mazzoni antennes geworden. Dit zijn buitengewoon grote en solide magnetische loop antennes met een bijbehorende tuner. Mazzoni met als roepnaam I3UHF is vermaard om deze antennes. Agentschap Telecom voert dit jaar 2 onderzoeken naar de effecten van windmolens, CQ windturbines, op het radioverkeer. Het agentschap heeft het afgelopen jaar meerdere al dan niet door windmolens verstoorde signalen gekregen dat windmolenparken het presteren van radiodiensten zou kunnen beïnvloeden. De afgelopen jaren zijn het aantal windmolenparken en het frequentiegebruik in Nederland toegenomen. De kans op storingen neemt hierdoor toe. Met dit onderzoek wil het agentschap in kaart brengen of windmolenparken de performance van radiodiensten beïnvloeden. Ook wil het agentschap weten hoe groot deze invloed is en welke maatregelen je kunt nemen om het mogelijke effect te verkleinen. Dit zegt Michel Verhagen, hoofd spectrum management bij Agentschap Telecom. Daarnaast is het vakgebied continu in beweging. Naast eigen onderzoek zullen ook bestaande Europese onderzoeken grondig bestudeerd worden. Zo kunnen we onze kennis op dit vakgebied vergroten. Aldus de site agentschaptelecom.nl. Een van de 2 onderzoeken betreft de invloed van windmolens op LOFAR in de Drentse Monden. Dit onderzoek zal ook worden meegenomen in een 2e onderzoek waarvoor momenteel een Europese aanbesteding loopt. Agentschap Telecom voorziet de volgende onderzoeksvragen, zo valt bij de aanbesteding te lezen. 1. Wat zijn de mogelijke invloeden van windturbines en windparken op de verschillende radiodiensten? 2. Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar indien er substantiële beïnvloeding van windmolens en windparken op deze radiodiensten wordt aangetoond? Het onderzoek moet voor 1 november 2016 zijn afgerond. In de ontvanger van PI2NOS in Amsterdam vindt intermodulatie plaats. Deze storing is de oorzaak van de sterke echo die geregeld op de repeater te horen is. De echo wordt dus niet door mensen gemaakt, zoals wel eens wordt gedacht. De precieze uitleg over de oorzaak is te lezen op hobbyscoop.nl, maar het is een onbedoeld bijverschijnsel van de verplaatsing van de antennes van PI2ASD. Ik kan me voorstellen dat je als repeaterbeheerder rot zoekt naar zo'n storing. Bij deel 19 van de serie over antennes gaan we in op andere middelen om storing te voorkomen, zoals de bekende fasekastjes die van merken als MFJ te koop zijn. Het gaat hierbij om een redelijk slim concept. Je hebt een ontvangstantenne en daar sluit je het kastje op aan. Het kastje wordt tevens op de transceiver aangesloten, of eigenlijk op een ontvanger. Op het kastje komt echter ook nog een tweede antenne. De bedoeling is nu om die tweede antenne zo op te stellen dat die zoveel mogelijk dezelfde storing ontvangt als die op de grote antenne zo hinderlijk is. Tegelijk moet deze antenne zo weinig mogelijk van het gewenste signaal ontvangen. In het kastje wordt nu het signaal van de tweede antenne met de storingen zonder het signaal in tegenfase aangeboden met het gewenste signaal uit de goede antenne. Hierdoor wordt de storing onderdrukt en het gewenste signaal niet. Dit klinkt eenvoudig, maar je moet hiervoor aan meerdere knoppen op het kastje draaien om het effect zo optimaal mogelijk te krijgen. Dit soort kastjes kunnen bij een gunstige opstelling van de antennes de storing wel tot 50 dB onderdrukken. Ze werken tamelijk spectaculair en stations die je eerst niet of zo goed als niet kon waarnemen, die worden ineens goed te verstaan. Nadeel is wel dat je net als bij de magnetische loop moet meestemmen. Dat wil zeggen als je QSY gaat, dan moet je ook opnieuw aan de knoppen op het kastje draaien om de ontvangst te optimaliseren. Het bedrijf HJ Electronics uit Bergen ter Blijt verkoopt een bouwpakket voor dit principe ergens in de range van de 50 euro. De wat duurdere kastjes hebben een voorziening aan boord die de elektronica bij zenden overbrugt. Je kunt het kastje dan dus gewoon op je transceiver aansluiten. Of dat bij het bouwpakket van HJ ook zo werkt, weet ik niet.
Er is een nog wat luxere versie van dit principe. Er bestaan SDR-ontvangers waarbij twee of meerdere ontvangers gekoppeld zijn op dezelfde computer en die elk hun eigen antenne krijgen. De software is dan net als bij zo'n kastje in staat om aan de hand van die twee of meer antennes te bepalen welke componenten ongewenst zijn en welke gewenst en zodoende onderdrukt zo'n ontvanger op dezelfde manier ook de storing. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de EchoLink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de EchoLink gebruikers lucht.